Super. Kantje boord, hij lag bijna in het zwembad. Maar dat is wel de lijn die ik moet hebben volgens de statistieken. Wellicht een beetje overdreven. Veel spelers denken dat ze recht moeten slaan en die bal altijd op de baan, op de fairway moeten houden. Maar statistieken, en daarom refereerde ik daaraan, laten zien dat het helemaal niet waar is. Als je gaat kijken naar het Arcos-systeem, het benadert al 6 miljoen schoten die ze bij hebben gehouden wereldwijd met spelers op elk niveau, laat zien dat het raken van de fairway helemaal niet zo belangrijk is. Het is veel belangrijker dat jij strafslagen voorkomt of herstelslagen voorkomt. Natuurlijk, die fairway, je wil wel op de fairway of net naast de fairway liggen, dat je met je tweede slag nog steeds naar de green toe kunt. Maar je wordt zwaarder bestraft op het moment dat je een herstelslag moet maken, op elk niveau, of een chip-out uit de bossen. Dus baseer je training er altijd op dat je lengte maakt, lengte en speelbaar. Dus lengte en speelbaar in de zin van ik kan met mijn tweede slag gewoon doen wat ik gepland had. Maakt het niet uit of je midden op de fairway ligt of ernaast. Als ik gewoon naar die green toe, dan is het voldoende. En zorg dat die bal ver genoeg is. Dus de consequentie voor jullie als golfers, wat zou ik adviseren te gaan trainen? Train heel veel op het verslaan, want je bent gewoon in het voordeel. En als je hem dan maar enigszins speelbaar houdt, is het al lang voldoende. En het tweede waar je op moet gaan letten, en dat is dus een stukje course management, wat ik hier op de simulator laat zien. Links zijn die bomen, links is out of bounds. Dat is dus potentieel gevaar, daar wil ik niet zijn. Dus ik sla een beetje van die linkerkant weg, daarmee voorkom ik een strafslag. Daarmee voorkom ik dat ik een bal uit de bossen moet chippen. Ik kies wat meer een lijn naar rechts, daar is het open veld. En als ik daar kom te liggen, kan ik met mijn tweede bal doen wat ik gepland had. Nou, deze is een stuk beter. Door slim te denken, goede keuzes te maken, kun je al direct beter gaan spelen. Fijn 2023.